Hi there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks for stopping by. Thanks for watching another episode. Today, what are we going to do? Well, today we'll do something different. Today we will do a listening exercise on A2 level. So, what will we do? Well, basically, I will read the text and then afterwards there will be some questions. Which you can answer depending on your understanding of the text. I'll explain you in a couple of seconds how it will work. But first of all, you know the drill give it a like if you like this content, or subscribe if you want more content. It helps me out, it helps out the channel, and it's completely free. But without much further ado, let's head straight for the A2 listening exercise. So, how will we do the listening exercise? Well, basically, I will be reading a text. You'll be able to follow that text. That is option one. So, you can look at the text while I'm reading. And then, after every paragraph, I will pause and then we are going to answer some questions. Now, option two is if you want to do it hardcore, that is fine. Then, basically, you don't look at your screen and you listen to me reading the text. And then, afterwards, when we pause after every paragraph, you can uh, answer the questions now basically this is an a2 level this is an entry level a2 level text now if you think that is easy at the end of the video you say this was easy for me then you can say that you're very close within the a2 level uh, listening skills um, so it's definitely within your reach if it's a bit too difficult don't worry i mean just keep pushing and you'll you'll get there all right so let's go for it before we start reading the text, as is also um, part of the A2 exam, they will give you a list of difficult words. So these are the difficult words of the text that I will be reading. You can take a screenshot, you can note them down, or you can just remember them. We'll go over them right now. So, the musicus, that is a musician. Vieren is to celebrate. A componist is a composer. Wunderkind, that's a wunderkind or a child prodigy. optreden is to perform, to perform on a stage for instance, uh, schulden or debts and then bekend is famous, treurig means sad, also a little bit morose, is overleden is has, has passed away and pas 35 jaar is only 35. So these words you will be needing for a better understanding of the text which I will be reading right now. Okay, so here we go. As you can see, the title um, it is about Mozart. Um, so what I'll do is I will read the paragraph. Then afterwards, I'll read it once. Then afterwards, we go back to the PowerPoint presentation, and there's a couple of questions to be answered. After that, we we'll read another paragraph, and so on. So basically, the title is Mozart 250 year. In 2006. Was het precies 250 jaar geleden dat de muzikus Mozart geboren werd? Daarom is 2006 uitgeroepen tot het jaar van Mozart. Overal in Europa werd dat gevierd met tentoonstellingen. Oké, okay, this one I'll give to you. Tentoonstellingen is a little bit of a long word. It means expositions, festivals en concerten. In verschillende concertzalen werden bijvoorbeeld speciale concerten gegeven met muziek van Mozart. Nou, voor de diehard ones, I'll read it one more time, because you're not looking at your screen. Mozart 250 jaar. In 2006 was het precies 250 jaar geleden dat de Musicus Mozart geboren werd. Daarom is 2006 uitgeroepen tot het jaar van Mozart. Overal in Europa werd dat gevierd met tentoonstellingen, expositions, festivals en concerten. In verschillende concertzalen werden bijvoorbeeld speciale concerten gegeven met muziek van Mozart. Oké, okay, let's go check the questions. So for this paragraph, we will be answering two questions. On your left, you see WRAG 1, that means question one. And then the first question is, wie was Mozart? As you can see, the options are multiple choice, so you can choose between A, B, C. How am I going to do this? Well, basically, I will read um, the questions, also the answers, then I'll give you a little bit of time to think, let's say five to 10 seconds, if it's not long enough, you're also welcome to pause your um, video and then you say A, B and C and then afterwards I will give you the correct answer. So, wie was Mozart? A. Een componist uit Oostenrijk. B. Een pianist uit Parijs. C. Iemand die festivals organiseerde in Europa. Okay, so you've got the choice between A, B and C. I'll read them again. A componist uit Oostenrijk, a pianist uit Parijs, iemand die festivals organiseerde in Europa. Okay, so now I'm, I'm, I'm about to give the answer. So if you still want to think a little bit, pause your video. So basically the answer to that question is option A. Mozart is een componist of was een componist uit Oostenrijk. Oké, okay, we'll go to the next one and the next question is waarom is 2006 het jaar van Mozart? Option, option A. In dit jaar is hij gestorven. In dat jaar is het 250 jaar geleden dat hij een concert in Den Haag gaf. C, in dat jaar is het 250 jaar geleden dat hij geboren werd. Again, multiple choice. Zo, so, A, in dat jaar is hij gestorven. B, in dat jaar is het 250 jaar geleden dat hij een concert in Den Haag gaf. C, in dat jaar is het 250 jaar geleden dat hij geboren werd. Oké? Okay. I'll give the answer in a couple of seconds. So if you still want to go through it, if you still want to read, if you want to look up some words, pause the video. All right. Now, the answer for that question is C. In that year is het 250 jaar geleden dat hij geboren werd. So that year it's 250 years past that he was born. Okay? And now we go back to the text for the next paragraph. Maar wie was Mozart eigenlijk? Wolfgang Amadeus Mozart werd op 27 januari 1756, of 1756, geboren in de stad Salzburg in Oostenrijk. Hij was de zoon van Leopold Mozart en Anna Maria. Mozart is heel belangrijk voor de klassieke muziek. Hij was pianist en componist. De muziekstukken die Mozart schreef, worden nog steeds over de hele wereld gespeeld. En een second read for the ones who are not looking at the screen. Maar wie was Mozart eigenlijk? Wolfgang Amadeus Mozart werd op 27 januari 1756 of 1756. Geboren in de stad Salzburg in Oostenrijk. Hij was de zoon van Leopold Mozart en Anna-Maria. Mozart is heel belangrijk voor de klassieke muziek. Hij was pianist en componist. De muziekstukken die Mozart schreef worden nog steeds over de hele wereld gespeeld. Okay, so for this paragraph, we will be answering only one question, and the question is: Waar werd Mozart geboren? A. In Wenen, B. In Salzburg, C. In Paris. So, Waar werd Mozart geboren? A. In Wenen, B. In Salzburg, C. In Paris. Right? Remember, I'm going to give you the answer right now, so if you still want to think a little bit, pause the video because I will give you the correct answer right now, and the correct answer would be B uh, in Salzburg. Mozart werd in Salzburg geboren. Okay, for this paragraph only one question. Let's go to the next one. Okay, there we go. Als kleinkind Leerde Mozart al piano spelen. Toen hij zes jaar was, trad hij op in grote Europese steden. Bijvoorbeeld in Wenen, Parijs en ook in Den Haag. Door zijn optredens zag Mozart dus veel van de wereld. Hij was een echt wonderkind. Maar toch moest hij wel echt hard werken. In zijn leven heeft. Oké, okay, I'll just quickly scroll down. In zijn leven heeft hij ongeveer 700 muziekstukken geschreven. Zijn eerste muziekstuk schreef hij toen hij pas 5 jaar oud was. Oké, okay, read again. Als kleinkind leerde Mozart al piano spelen. Toen hij 6 jaar was, trad hij op in grote Europese steden. Bijvoorbeeld in Wenen, Parijs en ook in Den Haag. Door zijn optredens zag Mozart dus veel van de wereld. Hij was een echt wonderkind, maar toch moest hij wel echt hard werken. In zijn leven heeft hij ongeveer 700 muziekstukken geschreven. Zijn eerste muziekstuk schreef hij toen hij pas vijf jaar oud was. Okay, so basically for this paragraph we only have to answer one question, vraag 4, question number 4. What is a componist? A. een componist uit Oostenrijk B. iemand die muziek speelt C. iemand die muziek schrijft I'll repeat, what is a componist? A. een componist uit Oostenrijk B. iemand die muziek speelt C iemand die muziek schrijft. So remember to pause because I will give the correct answer right now. So the correct answer is C iemand die muziek schrijft. Een componist is iemand die muziek schrijft. Okay, we'll go to the last paragraph right now and for the last paragraph we still have 3 questions. In general students find that paragraph a little bit more difficult, so try and focus and I hope you understand as much as possible. Niet gelukkig. Mozart had veel succes, toch was hij niet gelukkig. Hij moest hard werken en verdiende weinig geld. Ook had hij veel schulden en hij werd op jonge leeftijd ziek. De laatste jaren van zijn leven woonde Mozart in de stad Wenen. Daar schreef hij zijn bekendste muziekstukken. Hij schreef bijvoorbeeld het Requiem. Dat is een treurig muziekstuk dat gespeeld wordt als iemand overleden is. Remember to check your difficult word list, because in this alinea there's quite a bit. Mozart kon zijn Requiem niet afmaken. Hij overleed in het jaar 1791 of 1791. Toen hij nog werkte aan het requiem. Hij was pas 35 jaar. Oké, okay, I'll go one more time. Niet gelukkig. Mozart had veel succes. Toch was hij niet gelukkig. Hij moest hard werken en verdiende weinig geld. Ook had hij veel schulden. En hij werd op jonge leeftijd ziek. De laatste jaren van zijn leven woonde Mozart in de stad Wenen. Daar schreef hij zijn bekendste muziekstukken. Hij schreef bijvoorbeeld het Requiem. Dat is een treurig muziekstuk dat gespeeld wordt als iemand overleden is. Mozart kon zijn Requiem niet afmaken. Hij overleed in het jaar, 1791, toen hij nog werkte aan het requiem. Hij was pas 35 jaar. Oké, okay, so there we go for question number 5. Vraag nummer 5. De vraag is: Mozart was niet altijd gelukkig. Waarom niet? Hij had schulden en hij werd ziek. De mensen vonden zijn muziek niet mooi. Hij had vaak ruzie met zijn vrouw. Again, Mozart was niet altijd gelukkig. Waarom niet? Hij had schulden en hij werd ziek. De mensen vonden zijn muziek niet mooi. Hij had vaak ruzie met zijn vrouw. Oké, okay, remember to pause, because I will give the answer right now. So, the correct answer is A. Het correcte antwoord is A. Hij had schulden en hij werd ziek. Oké, okay, so now we go to the next um, question. Question number 6. Uh, waar ging Mozart later wonen? A. In Parijs. B. In Wenen. C. In Salzburg. Again... Where ging Mozart later wonen? In Paris, in Wenen, in Salzburg. Remember to pause because the correct answer is coming your way. The correct answer is B. He went to live in Wenen. Hij ging wonen in Wenen. Um, ok, and then we go to the last question. The last question is vraag number seven. Question number seven. Het Requiem van Mozart is heel bekend. Hoe klinkt deze muziek? Het Requiem van Mozart is heel bekend. Hoe klinkt deze muziek? A. Blij en enthousiast. B. Vrolijk en optimistisch. C. Verdrietig en somber. A. Blij en enthousiast. B. Vrolijk en optimistisch. C. Verdrietig en somber. Remember to pause because the correct answer is coming your way. So the correct answer would be C. Verdrietig en somber. Het Requiem van Mozart klinkt treurig, verdrietig en somber. Okay, so these were uh, the questions. This was the listening exercise. I hope... It went all right. I hope you understood quite a bit of it. And if not, don't worry, just keep pushing and you'll get there um, eventually. Uh, as for me, thanks for watching. But before that, remember to give it a like. Remember to subscribe to the channel if you want more content. It's completely free, it helps me out, and I would appreciate it a lot. As for me, as always, keep it 100. Thanks for watching, and see you for the next episode of Dutch Round 1.